elke keer als ik mijn schoenen aandoe, dacht ik van, er is ook een tijd geweest dat ik er niet kon. Dus bij elke keer als ik mijn schoenen aandoe, ja. Ik kwam alleen tot zover. Wat heb ik gedaan? Ik heb een gastric bypass ondergaan. Op het moment van de operatie woog ik 152. En mijn top was 50 kilo afvallen. En door de corona en minder bewegen daardoor is daar ongeveer een 10 kilo bijgekomen. Hoe voelde ik mij toen ik 152 was? Ja, ik moet mezelf niet te veel naar beneden halen. Maar ik voelde mij een hele oude man die krakkemikkig achter zijn vrouw aanliep. Bij ons op mijn werk, ik ben docent op een mbo-school, moeten we veel trappen lopen. En ik moest me echt bij verschillende treden moest ik even stoppen, want het zweet gutste me van het gezicht af. En ik moest even bijkomen en dat heb ik dus niet meer. Dus ik ga fluitend de trappen op, zeg maar. En ik heb ook zo'n smartwatch en dan kijk ik regelmatig. De uitdaging is om 10.000 stappen te maken op school. Wat ook positief is in dit traject, is dat ik gebruik de auto niet meer. Ik doe alles tegenwoordig op de fiets. Zelfs de grote boodschappen doe ik op de fiets. Wat ik ook doe is bodytech. Dat is een vorm van sporten. En dan heb je een pakje aan waar allemaal elektronen in zitten. En je wordt dan vastgekoppeld aan een apparaat dat je spieren gaat aanspannen. En ja, dat duurt een half uur. En dat is best wel heftig. Dus ik vind het wel lekker, ja. Als je me vraagt van hoe voel je je? Ik ben fitter. Alleen het lichaam en het geest, dat gaat nog niet samen, vind ik. Soms denk ik dat ik een fles wijn op kan. Dat kan ik niet meer. En als ik kleding ga halen, pak ik nog steeds de XXL. Kijk, dat stukje switch van geest en lichaam. Dat is nog niet helemaal, is nog niet helemaal gelijk. Ik heb zeker plannen om terug te gaan naar die 50 kilo, zeg maar, die ik ben afgevallen. Wat heel makkelijk is geweest in het werk wat ik doe als docent, is dat we achter de computer zitten en we gaan teamen. Ik ga echt weer voor fysieke lessen, waardoor ik weer de energie krijg om weer naar school te gaan. Die trappen op te lopen en de 10.000 stappen te maken. Waardoor ik dan ook weer hoop die 10 kilo eraf te krijgen.